Hallo iedereen, welkom of welkom terug op mijn YouTube kanaal. Het leek me wel weer eens tijd worden voor een eilandtour en ik heb weer eens gekozen voor een thema eiland. Vorige keer had ik een Harry Potter thema eiland gevonden en nu een Disney thema. Ik ben heel erg benieuwd hoe dat eruit gaat zien, want het kan natuurlijk alle kanten op. Er ligt hier een ticket, wat we eerst even moeten kopen natuurlijk, want anders kan je niet naar binnen in het Disneyland. En dan mogen we naar binnen en... oh, wacht, er ligt nog iets. Een blauwe ballon. Waar je altijd in Disneyland veel te veel geld voor moet betalen. Maar hier is die gelukkig gratis. En dan even kijken. Misschien dat ik rechtsaf kan proberen. Aan de kant. Oh, dan komen we meteen bij Sneeuwwitje. Ik vind dit wel heel erg leuk dat het heel subtiel eruit ziet als Sneeuwwitje. Met al die appelbomen en zo en al die... kabouters. Dan gaan we eerst even naar het strand. Waar een soort van tiki hotel is. Wat ik heb gezien op de video die ik hiervan heb gekeken. Ik ga niet naar binnen, want het ziet eruit als een hotel. En nou ja, het is heel mooi ingericht. Dus als je zelf hier op het eiland gaat kijken, doe dat vooral. En dan ga dan wel naar binnen. Maar ik sla hem voor nu even over. Dan gaan we hier naar boven. Oh... Is dit van Star Wars? Ik denk het wel. Ik ben niet zo heel erg bekend met Star Wars, eerlijk gezegd. Ik heb echt nog nooit daar een film van gezien. Ook al zijn er echt al superveel inmiddels. Maar we gaan naar beneden. En dan komen we bij Main Street. Even kijken. Ja, daar gaan we eerst even heen. En hier is een soort van gift shop, denk ik. Met een soort van Mickey oren. En je kunt hier van alles kopen. Speelgoed. En... merchandise van Mickey Mouse. Die tentjes zijn ook met allemaal Mickey's erop. Dat vind ik wel leuk. Daar betaal je ook veel te veel geld voor. Dus we gaan heel snel weer weg. Voordat we nog in de verleiding komen om iets te gaan halen. Even kijken dan. Oh! Ik dacht heel even dat dit Molly was. Maar toen draaide die zich ineens om. En toen bleek het een heel andere villager te zijn. Dat was even een raar moment. Hier is een pompoenenveld. Of planten in ieder geval. En dit is een doolhof. Van hooibalen. Even kijken. Ik weet niet zo goed welke kant ik nou op ga. Want volgens mij sla ik nu echt een heleboel over. Dus ik ga weer even terug. Dag, nep Bonnie. Gaan we even hier eerst de brug over. Want dat is misschien een beter idee. Even kijken wat dit is. Oh, Finding Nemo. Is dit Crush's Coaster? Ik heb echt geen idee of Crush's Coaster... ook in alle Disneyland en Disney World en zo ook is. Ik ben alleen maar in Parijs geweest. Maar daar was Crush's Coaster en dat was echt de beste attractie. Maar ik heb geen idee eigenlijk. Maar in ieder geval word ik er zelf wel blij van. Hier word ik ook wel blij van dit soort van koraalachtige ding op het strand. Ik wil zo'n soort van hoekje ook maken op het eiland van mijn man. Ik ben daar al een beetje mee bezig. Dit ziet er in ieder geval wel echt goed uit. Dit is een beetje zoals ik het daar ook wil gaan doen. Ik vind dat heel erg creatief in ieder geval. Maar laten we verder gaan. Even kijken, dan gaan we hier nu naar rechts. De nep Molly loopt er nog steeds. Hier is een veld. Ik weet niet precies of dit ook iets met Disney te maken heeft. Of dat dit gewoon versiering is. Maar hier staan een boel huisjes. Even kijken wat hier rechts is. Oh, dit is van Brave. Wat grappig met die beer echt en de jurk. Echt, het is een heel simpele... Het zijn maar 3 items eigenlijk. Of nou ja, 4. En daarmee kan je wel echt heel goed laten zien welke film het is. Als je ook al weet dat het een Disney thema zou moeten zijn. En hier is afval. Oh my god, Wally. Oh, en dit is Wally. Oh my god, wat mooi. En als je dan zo inzoomt. Met een camera en zo, dan zie je echt heel goed dat het Wally moet zijn. Dat is echt, dit ziet er echt perfect uit zoals die eruit ziet in de film. Zeker met zo'n leuk filtertje erbij. Even kijken of er... Oh, die was goed. Ik ben er alweer voorbij. Even kijken. Ja, dit ziet er goed uit. Echt, ik vind Wally echt een van de leukste films. Ik ben blij dat ze dit erin hebben gedaan. Even kijken wat hier nog meer is. Oh, dit is meer van... hoe heet dat ook weer? De Kleine Zeemeermin. Ik weet niet waarom er een beer is in de Kleine Zeemeermin. Maar dat is misschien de spullen die Ariel heeft verzameld. Dat denk ik wel, ja.
Oh, en hier is ze. Hier gaat ze trouwen met de prins. Oh, dit beeld is echt perfect voor hierbij. Van dat standbeeld dat er van hem is gemaakt. Wat echt super lelijk was, maar oké. En hier is haar, misschien wel haar slaapkamer of zo. Heel erg leuk. We zijn weer terug bij de huizen en dan gaan we even hier naar links. Hier woont Chrissy of zo. Weet ik niet hoe dat ze heet. Even kijken wat hier precies is. Het lijkt heel erg op Pasen. En ik weet niet zo goed of dat een thema is wat iets met Disney te maken heeft. Oh, hier woont ook een konijn. Hier wonen allemaal konijnen. Wat leuk. Even kijken of dat echt zo is. Ja, er wonen hier 4 konijnen. Oké, nou ja, leuk. Ik weet niet of ik een referentie mis met Disney, maar ik vind het wel heel erg leuk dat ze er zijn. En even kijken welke kant we. Oh ja, hier zijn we al geweest. Is dit een boot? Oh ja, dit is een boot. Even kijken of je dit beter kan zien op het bruggetje. Zo kan je dit goed zien. Dit is denk ik de boot van The Princess and the Frog. Maar dat weet ik niet zeker. Het lijkt mij wel. Ik weet niet wat het anders zou moeten zijn. Maar het ziet er wel heel erg goed uit. Het ziet er echt uit als een boot. Ook al is het zo echt naast zo'n trap en zo. Het ziet er echt goed uit. Ik ben heel erg benieuwd of dit inderdaad iets met Princess and the Frog te maken heeft. Het lijkt wel een soort van moeras te zijn. Het heeft wel een beetje die sfeer. Oh, hier is een kikker. Wacht. Dit is een kikker. Dus ik denk inderdaad dat het de Princess and the Frog moet zijn. Wat anders ook. Oké, dan gaan we even binnen kijken. Oh ja, dit is absoluut Tiana's restaurant. Ik vind het echt fantastisch hoe de sfeer van Tiana's restaurant echt zo duidelijk overkomt in dit met die stoeltjes en die muziek en zo. Dit is echt heel erg goed gedaan. Het is heel erg de sfeer van Tiana's restaurant. Oh wow, dit is heel erg roze allemaal. misschien is dit wel de kamer van die prinses waar Tiana dan bevriend mee is. Of I don't know hoe dit ook weer precies zit. Waar de moeder voor werkt of zo. Ik weet niet meer. Maar ik denk dat dit die kamer is. Oh, en hier is de keuken. Hier worden alle taartjes en zo gemaakt. En allemaal andere lekkernijen. Er kan ook vis gegeten worden, blijkbaar. Toch niet kikkers, hoop ik. En hier is ook een verjaardagstaart. En dan gaan we naar de kelder. Oh, wauw. Dit ziet er mysterieus uit. Oh, dit is die. Voodoo-ruimte van die bad guy. Ik weet niet meer hoe die heet. Maar die voodoo-man. Oh, dit is echt heel erg goed gedaan. Het is lekker spooky en mysterieus en zo. Echt heel goed. Nou, voordat we misschien een deal sluiten waar we later spijt van krijgen, moeten we maar snel weer naar buiten gaan. En dan gaan we door naar links. Even kijken, ja. Links zijn we nog niet geweest. Oeh, nog meer spooky huisjes. Ik ben benieuwd wat hier aan de binnenkant is. Even kijken. Oh, dit is The Nightmare Before Christmas. Oh, wat interessant. En deze deuren gaan denk ik dan allemaal naar een ander soort feestdag of zo. Dat moet haast wel dan. Even kijken, welke gaan we eerst doen? Ik ben wel geïnteresseerd in de rechter. Even kijken. Oh, dit is Coco. Oh, Coco is echt een van mijn lievelingsfilms van Disney. Ik moet echt al bijna huilen als ik eraan denk. Ik vond hem zo erg zielig. En oh, dat pak is echt van Ernesto de la Cruz. En hier is de ofrenda. En zo. Oh, dat ziet er echt heel goed uit. Echt heel mooi. Heel leuk gedaan dit. Van de dag naar de doden gaan we naar carnaval. Ik weet eerlijk gezegd niet of er een film hieraan gerelateerd is. Behalve Rio. Rio, is dat een Disney-film? Ik heb eigenlijk geen idee. Maar verder kan ik niet een film bedenken van Carnaval. Maar misschien zie ik nu echt iets heel erg belangrijks over het hoofd hoor. Geen idee. Maar het is in ieder geval een carnavalruimte. En dan links. Even kijken. Hier is een soort van gala. Nieuwjaar misschien. Ruimte. Ik weet eigenlijk ook niet precies of dit een specifieke film is of zo. Maar
Ja, het ziet er in ieder geval heel erg sprookjesachtig uit. En gezellig. Ik vind ook dit behang vind ik zo mooi. En dit ziet er ook heel erg leuk uit met die carnavalsballonlampen erbij. Het is leuk gedaan dit. Oké, kerst kon natuurlijk niet ontbreken in dit geheel. De zolder is in kerstsfeer, kerstthema. En nou ja, dit spreekt wel voor zich. Ik hoef denk ik niet hier iets over te zeggen. Het ziet er gewoon heel erg uit als kerst. En een zo'n soort van werkplaats en zo. Oh, al die sokken, die zijn echt mooi. En dan beneden is een soort van horrorplek. Ik weet niet of dit Halloween moet voorstellen. Of misschien iets anders. Ander soort feestdag. Of misschien wel helemaal geen feestdag, ik weet het niet. Maar het ziet in ieder geval heel erg spooky uit. En interessant ook wel met die regen en zo. Dan zijn we weer buiten. Ik vind echt dat dit eiland heel creatief is. Het is niet zo cliché Disney als je zou denken. Met heel veel roze en schattig en zo. Even kijken, wat is dit? Dit is, oh, dit is Tarzan. Oh, dat is echt heel goed gedaan met dit soort van boomhut. En zo'n onderzoekersplaats. Een beetje een soort van kampeerplaats. En deze manier van een boomhut maken heb ik niet eerder gezien. Maar ik vind dit heel erg creatief met die stapelbedden. Of wat is het? Misschien zit er een bureautje onder. Ik weet eigenlijk niet. Maar dat ziet er heel goed uit. Ik heb het op een andere manier wel eerder voorbij zien komen, maar nog nooit zo. En dan gaan we verder hierheen. Even. Oh, ik wil weten wat dit is. Oh, dit is van Up. Dit is sowieso van Up. Nog zo'n film waar ik echt om moet huilen. Ik vind het echt dat moment dat die vrouw doodgaat. Dat is echt, ik moet er nu ook alweer bijna om huilen als ik eraan denk. Ik ben heel benieuwd. Ja, hoe dit huis eruit ziet. Yes. Oh, en Ellie woont hier. Oh my god, ik kan het echt niet aan. Ik word altijd heel sentimenteel van Disney films. Maar dat is ook wel de bedoeling. Maar ik val daar echt volledig voor. Even kijken wat hierboven is. Want ik had al een beetje iets gezien. Oh, Lady and the Tramp. Oh my god, wat. Dit is zo simpel neergezet, maar zo doeltreffend. Het ziet er echt heel erg uit als Lady en de Vagebond. Ook al zijn er gewoon maar een paar van die huisjes en twee hondjes op een krukje. Er is niet eens spaghetti en toch ziet het er heel erg uit als Lady en de Vagebond. Het is zo herkenbaar en doeltreffend. Dan gaan we hier over de brug en even links kijken. Oh, dit is denk ik Winnie de Pooh. Ik hou helemaal niet van Winnie de Pooh. Ik vind dat echt niet leuk. Maar goed, leuk gedaan. We gaan snel weer door. Want ik denk dat hier het kasteel is. Oh ja. Met die pompoen. Oh, wat leuk. Dit is echt een mooi plaatje. Ik hou hier wel van. Een beetje zo dat magische van Disney of zo. Ga snel binnenkijken. Oeh, een bruiloft. Dit is echt zo en ze leefde nog lang en gelukkig moment. Heel sprookjesachtig. Ziet er in leuk uit. Kijk eerst naar rechts. Oh, en dan komen we bij Belle en het beest. Ook dit is weer met een paar items zo goed en doeltreffend gemaakt. Het is zo duidelijk dat het Belle en het beest is. Wacht, is dit het beest? Wait a minute. Oké, interessant. En hier is een kantoortje. Het ziet eruit als een gewoon een soort kantoortje. Ik weet niet of er iets is wat ik zou moeten herkennen of dat het gewoon een kantoortje is. Nou ja, leuk in ieder geval. En boven is een restaurant. Even kijken. Oh, dit is Ratatouille. Dit gaat mijn man wel leuk vinden als hij deze video ziet. Hi Lennon. Leuk dat je kijkt. Want die houdt heel erg van Ratatouille. Ik ga eerst even dit stukje kijken en dan in de keuken kijken. Er wordt zelfs ratatouille gemaakt op het gasfornuis. En ik ga even zorgen dat we dit iets beter zien. Want yes, hier is hij dan. Remy. Speciaal voor Lennon even goed in beeld. Want die vindt Remy fantastisch. Oh ja, zo is hij goed in beeld. Hallo. Ik heb een keer speciaal voor hem ratatouille gemaakt zoals in de film. Het was super veel werk, maar het was wel heel erg lekker. Toen was ik ook een beetje Remy. En beneden is ook een soort van café-achtige plek, maar dan met live muziek.
Dit, ik weet niet of dit de bedoeling is, maar het geeft me heel erg aristocratische vibes. Gewoon die, dat jazzcafé, of hoe noem je dat, waar ze dan heen gaan en dan allemaal die muziek gaan spelen. Echt dat lied is het beste stuk van de aristocratische. De rest van de film kan me echt gestolen worden, maar dat lied, behalve de Siamese kat dan, dat is echt het beste van de film. We zijn weer buiten en bij Assepoester nog steeds. Ik ga even kijken of hier rechts iets is. Ik geloof het niet echt. Oh ja, daar konden we ook de rivier over. Dan gaan we even naar links, want hier is ook nog een pad waar we niet zijn geweest. Dan kunnen we twee kanten op. Laten we eerst naar beneden gaan. En naar rechts. Oh, is dit misschien Mulan? Oh ja, nou het is alweer voorbij. Dat was het. Misschien een klein stukje Mulan. Even kijken, eerst maar even naar boven. Oh, hier is een popcorn car. En verder is hier niks. Even kijken hoor, naar de popcorn car. Dit ziet er echt goed uit. Het is echt een goede combinatie van kleuren en zo. En dit is een... Oh, dit is denk ik de trein. Het treintje waarmee je het hele park door kan en zo. Dat denk ik tenminste. Ik weet niet waarom het niet op het spoor staat. Dat was misschien iets duidelijker geweest. Maar het ziet er... Oh ja, dit is wel duidelijk de trein. Super creatief wel. En wat is hier? Het ziet er een beetje uit als misschien Aladdin. Oh ja, daar is al een kleed waarbij het duidelijk wordt. Het is Aladdin. Oh wow, dit ziet er goed uit. Met die lichtgevende dingen en zo erop. Even aan de kant voor een foto. Ik vind ook dat kleine stukje maan ook wel passend of zo bij de sfeer. Wel goed gedaan en creatief ook met die spullen die er gebruikt zijn. Met die ijshoortjes en zo als die torentjes. Oh, over torentjes gesproken. Hier is Rapunzel. Hier kunnen we omhoog klimmen. Tenminste, als ze haar naar beneden doet. Ik vind Rapunzel ook echt een hele leuke film. Met die pan en dat gedoe en zo. We gaan hier nu naar links. En hier komen we bij... Oh, Pizza Planet. Dit is sowieso Pizza Planet. Ik was eigenlijk een beetje vergeten dat Toy Story bestond. Maar nu ik dit zie, is dit zeker Pizza Planet. Met hier echt een ruimte dingen en zo. Even kijken wat er hier op het strand is. Gezellig sfeertje. Ik weet niet of het van een bepaalde film is of niet, maar het ziet er leuk uit. Allemaal groen. En je kunt hier allemaal dingetjes kopen. Misschien een soort ijsjes of zo. Maar ik denk het wel, want er staan hier ook hele grote ijshoorntjes. En hier beneden komen we uit bij een soort strand met gezellige dingen. Oh, dit ziet er misschien wel uit als een Lilo en Stitch of zo. Even kijken wat hier is. Ja, het ziet er... Dat printje is heel erg Lilo en Stitch. Ja, zie je nou wel. Hier staan ze dan, Lilo en Stitch. En met een mooie ukulele. Met al die surfplanken en zo. En dit is misschien waar Nani eerst werkt. Even kijken of we... Hier zijn we nog niet geweest. Dit is... Oh, dit is Hercules. Oh, dit is heel slim gedaan. Oh, nou, dat was niet de bedoeling. Dit is heel slim gedaan met het museum. Dat er ook echt zo uitziet. Als die stijl en zo. Dat is echt heel slim. En super creatief ook. Want je moet er maar opkomen dat je dat museum daarvoor kunt gebruiken. We zijn terug bij Pizza Planet. En hier is een soort van dorpje of zo. Oh, even... Dit is... Peter Pan, dit is sowieso die... Ook die attractie van Peter Pan in Disneyland ziet er heel erg zo uit als dit. Even kijken of we er ook echt kunnen komen. Of dat niet kan. Ik denk dat we hierheen moeten. Ja. Dit is heel mooi gedaan. Oh, en hier is ook die, dat schip. En Peter Pan staat er zelfs naast. Dit ziet er ook heel goed uit. Want dat ziet er echt uit ook als die attractie. Want zo simpel is het ook echt gewoon. Overal sterren en huisjes en dan een boot. En dan kan je daar doorheen rijden. Dat is de attractie. En hier links heb je dan geloof ik weer Hercules.
Maar hier rechts, oh my god, is Frozen 2. En Frozen 2 is echt een van mijn favoriete Disney films. Ik vind het zo hilarisch. En terwijl we hier kijken bij dit hele schattige cafeetje, vertel ik nog eventjes dat ik Frozen 2 echt heel erg grappig vind. Vooral Lost in the Woods vind ik echt heel erg goed gedaan. En ik snap niet waarom het niet zo'n populaire film is. Want ik hoor eigenlijk alleen maar mensen zeggen dat ze het niet leuk vinden. En dat begrijp ik niet, want ik vond het echt een hele leuke film. En ik ben hem 2 keer gaan kijken in de bioscoop. En dat doe ik eigenlijk normaal gesproken nooit. Zeker niet bij Disney films, want dat vind ik niet zo nodig of zo. Maar die vond ik echt heel erg leuk. Dan zijn we volgens mij alleen hierboven nog niet geweest. En dit lijkt misschien wel Mary Poppins. Of misschien wel 101 Dalmatiërs, aangezien er hier superveel Dalmatiërs staan. Of misschien is het wel een beetje van allebei. En oh, hier is ook Portia. Portia woont hier. Wat slim. Even kijken. Ja, dat is Portia inderdaad. Die is ook een Dalmatiër. Dus dat vind ik heel erg leuk. De bewoners zijn echt zorgvuldig uitgezocht. Het is niet alsof ze gewoon maar wat gedaan hebben. Daar word ik altijd wel best wel blij van. Ik bedacht me ineens dat we hier nog een brug hadden waar we niet geweest waren. Dus we gaan hier ook nog even naartoe. En hier komen we in een soort van magisch bos met... Oh, misschien is dit een soort van Tinkerbell... Dit zijn een soort van Tinkerbell jurkjes. Dus misschien is het wel daarvan. En oh, is dat Bambi? Even inzoomen. Dan zien we inderdaad dat het Bambi is. Even kijken of we het beter zichtbaar kunnen krijgen. Ik vind Bambi echt heel erg zielig. Ik vind dat daarom ook niet echt een leuke film. Want ik vind hem gewoon te zielig met dat zijn moeder doodgaat en zo. Dat kan ik allemaal niet tegen hoor. Oké, dan hebben we hier nog een stukje. Hier is nog iets. Een spinnenwiel. Misschien wel iets van Doornroosje. Misschien is het wel het begroeide kasteel van Doornroosje. Geen idee. Ik dacht ook heel even van, hey, het is de zwanenprinses. Want er staat hier echt zo'n eend die misschien wel een zwaan is. Maar de zwanenprinses is helemaal niet van Disney. Dus ik weet niet waar ik het over heb. Ik had die film vroeger. Ik heb hem echt super vaak gezien. Maar volgens mij is hij helemaal niet zo heel erg bekend. Dus misschien zeggen het jullie helemaal niks. Maar dat was het hele eiland. Ik vond het echt heel erg leuk. Ik vond het leuk dat het een beetje van die moderne films waren. En dat het er niet, zoals ik al eerder zei, echt zo super roze en schattig uitzag. Maar dat het echt... Ja, het waren verrassende dingen. Ik vond het heel erg leuk om deze eilandtour te doen. Ik hoop dat jullie dat ook vonden. Dat jullie het een leuke video vonden. Als dat zo is, like de video en subscribe op mijn kanaal. En dan zie ik jullie heel graag weer bij de volgende video. Doei doei!